aan dat de kunstliefhebbers ruimschoots aan hun trekken zullen komen op de United Business Fair. Ik sta op dit moment naast een heel bijzondere vrouw, een kunstenares. We praten over niemand minder dan mevrouw Sharda Harkou. En ze is ook de moeder van Edward Lee, de organisator, de grote man achter de United Business Fair. Ja, geweldig. En u bent kunstenares. Hoe lang doet u dit al? 35 jaar lang. Wauw. Ja. Ik heb hele aparte dingen gezien vanavond in uw stand. Zoals, hoe noem je dit? Dit is een object. En dit is ontstaan in principe. Ik heb een geweldige tentoonstelling mogen bezoeken van Catherine de Great van Rusland. En ik ben een tweede keer naartoe gegaan. En ik moet je eerlijk zeggen, het heeft me vreselijk geïnspireerd. Maar het heeft ook ornamenten uit Jaipur-tempel. Je kan het zien, als ik dus, dat is dat ingang is. Maar die kleurrijke, en dat is ook een vorm van, ja, eigenlijk komt alles uit de natuur, moet ik je zeggen. Ja. Weet je? Maar dat is mijn inspiratiebron geweest. Dat ik dit soort dingen, ik heb wel heel lang ervoor opgewerkt hoor. 2-3 maanden lang. Ja? Echt waar. En ik zie verschillende soorten hier. Ja, hier heb ik ook hier. Dit heb ik een combinatie gemaakt met Surinaams materiaal. Dat uit Stuwmeer komt. Ik heb nog eentje daar. Heb ik ook gemaakt. En dat zijn stoffen. Die ik bepaalde soort stoffen kun je verven. Dus ik knip en ik bouw ze op. Het is niet dat ik van tevoren ontwerp maak. Het is niet. Het groeit. Daarom doe ik 2-3 maanden over één object. Eén object. En dan wordt alles geschilderd met olieverf. En al die kralen, die pailletten en alles wat erop is, is 100% handmade. Oh ja. Maanden. En kijk, ik heb gebruik gemaakt ook van schelpen. Want onderzeese tafereelen is eigenlijk iets heel bijzonders. Dat is eigenlijk de mooiste wereld. Voor mij dan, althans. Ik vind het geweldig. En dat inspireert u dus? En dat inspireert me. Eigenlijk de hele natuur inspireert me. Dit is ook... Alles beschilder ik. Hè. Deze heb ik gegraveerd, dwarsliggende en geschilderd. Ja. En toen heb ik die compositie opgebouwd. Mm-hmm. En dat is ook een stukje hout uit het Stuwmeer. Ja, dat ik gebruikt heb. Juist, die ik gebruikt heb. En spelen erbij. Kijk, dit is een gevoel van explosion. Ja. Vulkanische explosion. En dit is een condor. Ah, okay. Zie je wel? En ja. Dit zijn de lava's doorheen, hè? Keer. En je kunt dus zijn objecten dat je van alle kanten kunt bekijken. Maar zie je, het is van alle kanten sierend eigenlijk. Gevormd. Ja. Het is een object waar je dus van alle kanten kunt bezichtigen. Die dingen ontstaan heel spontaan bij mij, maar het duurt wel maanden. Oké. Okay. Goed, maar als de mensen kunnen, als ze dit zien, want een heleboel mensen die houden ervan om mooie dingen in hun huis te zetten, precies. Dan kunnen ze meer informatie bij u hier komen. Dit is gewoon uniek in de wereld. Ja. Mijn zoon zei het ook, mama, mijn laatste creatie is gewoon uniek. Ja. Weet je wat je maakt? En als je hier ziet, dat het schilderij, dit is mijn laatste, deze twee zijn mijn laatste schilderijen, maar ik heb enorm veel details, weet je. Ik hou van explosion, als je hier ziet, is echt... Veelvoudig, maar ik werk ook heel lang op een schilderij. Geweldig. Ik ben niet iemand van binnen een dag kan ik een schilderij maken, maar ik hou van details. Ik wil uw tijd nemen om het fijn werk. Fine art. Geweldig. Dat is heel mooi om te zien. Ja, ja. Nou, hier kan je ook zien, dit is onderzeese tafereelen. Ja. Maar je ik kom steeds terug op de natuur. Ja. Klopt. Dat merk ik steeds terug. Ja. Weet je? No. Als u dus geïnteresseerd bent in kunst, moet u zeker ook een kijkje nemen in de stand bij mevrouw Sharda Harkou. Ze is de moeder van Etjeli, ik mag het zeggen. Oh, yeah. Ik denk dat hij heel erg trots op haar zal zijn. Dankjewel. En ze staat ook op de United Business Fair. En als u hier naartoe komt, dan geeft ze u ook alle informatie die u nodig hebt. Als u geïnteresseerd zou zijn om eentje te kopen natuurlijk. Of wil netwerken. Er zijn ook kunstenaars die natuurlijk de United Business Fair bezoeken. We gaan nu naar Wendy.